Zeeuwen moeten zich volgens Brabanders geen zorgen maken over de gevangenis. Het is vrijdag 21 augustus. Dit is Zeeland Nu. Nieuwe gevangenis levert banen op, geen overlast. Twee gewonden bij steekpartijen en juwelierszaak. En zeezwemlessen moeten ongelukken in de toekomst voorkomen. Goedenavond. We krijgen criminelen in plaats van mariniers. Dat was het sentiment in Zeeland nadat bekend werd dat Vlissingen een extra beveiligde gevangenis krijgt met rechtbank. Maar Zeeuwen hoeven zich geen zorgen te maken, zeggen de inwoners van het Brabantse Vught. Want daar staat al jaren een extra beveiligde gevangenis. Onbekend maakt onbemind. Ik denk dat voor heel veel mensen onbekend is. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat een aantal mensen denken, ja, willen we dit wel? Is dit wel handig? Maar kijk, mijn ervaring is, en ik denk als u hier de mensen uit Vught zou interviewen, dat ze er eigenlijk niks van merken. Ik lees het allemaal via de krant, wat voor gevaarlijke mensen er allemaal zitten. Maar zelf heb ik geen last van, of ben ik daar ook niet angstig voor of zo. Het is een goede werkverschaffing en voor de verre rest is het allemaal rustig en prima. Ik heb daar geen last van. Wij voelen ons hartstikke prettig hier en wij willen hier nooit weg, zeg maar. Merk je niks van? Nee, helemaal niks, want het ligt helemaal buiten Vught in de bossen. Wat ik wel vind, dat vind ik wel een beetje raar en dat zeg ik wel vaker. Eigenlijk zou bij zo'n zware gevangenis ook een rechtbank moeten zitten. En niet dat ze dan iedere keer weer met vervoer, want dan wordt alles afgezet. Die holleder die moet constant weg hier uit Vught als hij weer een proces heeft. En dat vind ik niet goed. En aangeschoven is Mercy Kamermans. Mercy, volgens de Vughtenaren hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Nee, als je het zo hoort, absoluut niet. Nee, het is natuurlijk ook nog eens zo, het enige kritiekpuntje is dat vervoersprobleem. Maar in Vlissingen zal dat veel minder spelen, omdat wij natuurlijk een rechtbank op het terrein van de gevangenis krijgen. Ja, je hoort ze ook allemaal natuurlijk over de werkgelegenheid. Volgens het rapport van Wientjes gaat het in Vlissingen 500 nieuwe banen opleveren. Ja, dat is niet niks natuurlijk. Nu hebt het al een paar keer genoemd, de EBI, extra beveiligde inrichting. Maar wat moet ik me nou eigenlijk precies bij voorstellen? Ja, ik ervoer het zelf als heel benauwend. Overal gangen, sluizen, deuren. Je kan niet zomaar ergens heen als je dat wilt. Daarnaast was ik heel snel mijn oriëntatie kwijt. Dat is ook wel een beetje de bedoeling. Sommige gevangenen worden ook geblinddoekt naar binnen gebracht. Maar al word je dat niet zoals ik, dan ben je dat alsnog heel snel kwijt. Even een korte impressie van wat we een beetje in Vlissingen kunnen verwachten. Een EBI is een gevangenis in een gevangenis. Er heerst het meest strakke regime dat we in Nederland kennen. In 1997 opende de EBI in Vught haar deuren, na meerdere gewelddadige ontsnappingen uit andere gevangenissen. Er zijn 24 cellen beschikbaar. En uit veiligheidsoverwegingen wordt niet bekendgemaakt hoeveel van die cellen bezet zijn. Bekend is wel dat criminele kopstukken als Willem Holleder en Ridwan Taghi er op dit moment verblijven. Er is nog nooit iemand ontsnapt uit de EBI in Vught. De beveiliging is dan ook extreem. Zo worden alle deuren op afstand bediend. En doordat medewerkers geen sleutels dragen, kunnen ze ook niet worden afgepakt. De luchtblaas is van boven afgesloten met tralies, zodat er niemand opgepikt kan worden met een helikopter en er niets naar binnen kan worden gegooid. Alle contact met de buitenwereld wordt gecheckt, post wordt gelezen en alle gesprekken met de telefoon of van bezoek worden opgenomen, met uitzondering van die met een advocaat. Het grootste verschil met een gewone gevangenis is dat er nauwelijks gezamenlijke activiteiten zijn voor gedetineerden. Bijna alles gebeurt individueel. Er is geen arbeid voor gedetineerden in de EBI, ze zitten dus relatief veel op hun cel. Ja, duidelijk verhaal. Wanneer moet de EBI er in Vlissingen staan? Over 3 jaar moet de eerste paal de grond in gaan, zodat het complex in 2026 open kan. Mercy, dankjewel. Bij een steekpartij in Middelburg zijn vanmorgen 2 mannen gewond geraakt. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij vond plaats in een juwelierszaak aan de Nieuwe Burg in het centrum van de stad. De dader is nog voortvluchtig en daarom is er een signalement verspreid. Het gaat om een lichtgetinte man van 1,65 meter en hij droeg een blauwe hoodie met een witte broek. De Europese Commissie is akkoord met de overname van Roompot door de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. In juni werd bekend dat het Amerikaanse bedrijf het Zeeuwse recreatieconcern wilde overnemen. Voor welk bedrag het bedrijf van eigenaar wisselt is niet bekendgemaakt. En de rechtbank wil nog geen definitieve uitspraak doen in de zaak van een 40-jarige man die zijn begeleider van Emergis met een mes stak. De verdachte stak in september vorig jaar tijdens een huisbezoek zijn begeleider in de buik.
De rechter wil nu eerst dat de officier van justitie onderzoekt of verplichte zorg een optie voor de verdachte is. De rechter acht bewezen dat de man zijn begeleider wilde doden, maar wil hem pas TBS met dwangverpleging opleggen als verplichte zorg onmogelijk blijkt. Deze zomer werd opnieuw maar wat duidelijk dat de zee gevaarlijk kan zijn en dat de kennis van die gevaren bij veel zwemmers ontbreekt. Jolanda van Belzen uit Arnhem-Muiden vindt het daarom belangrijk om de jonge generatie de gevaren van de zee bij te brengen. En ze bedacht samen met de reddingsbrigade zeezwemlessen voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar met een B-diploma. Ik ben begonnen 6 jaar geleden omdat ik zag dat de kennis bij de ouders en natuurlijk ook de kinderen echt minimaal was over de natuurelementen zoals de wind, de stroming en de gevaren die dat met zich meebrengt. Oké, wat we zometeen gaan doen van de plank is een koprol. En als je de koprol hebt gedaan, ga je drijven op hekken. Ik zag dat een gewoon zwemdiploma absoluut niet voldeed aan de eisen die je moet hebben om in open water te zwemmen. In een zwembad is het natuurlijk heel anders. Heb je geen stroming, dan heb je ook geen kwallen, heb je geen muien, heb je geen zopers, heb je geen wind. De kinderen leren over wat is eb, wat is vloed, dus een getijdenstroom. Maar niet te vergeten is de windstroom. En wat dat voor gevaren met zich meebrengt. Dus bijvoorbeeld een zeewind, die blaast de bovenstroom naar het strand toe. Maar dan heb je altijd een onderstroom die je dus mee kan trekken. Dus de meeste mensen denken, nou, we hebben landwind, het is niet zo gevaarlijk. Maar het is toch wel verraderlijk bij windkracht 4 of hoger. Omdat je dus die sterke onderstroom hebt. Je moet heel lang meedrijven. En als je weinig stroming voelt, moet je naar een zandbank zwemmen. En dan moet je de hele tijd zo met je handen zwaaien en om hulp roepen. En dan komt de strandwachtje redden. Inmiddels wordt er ook op andere plekken langs de kust zeezwemles gegeven. Maar Jolanda en haar team geven alleen les op dit strand. We hebben hier heel dicht langs de kust grote boten varen in de vaargeul die heel dichtbij zijn. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want die hebben een enorme zuigkracht met zich mee. Ja, dat is wel iets waar je echt rekening mee moet houden hier in Vlissingen-Dishoek. En wij kennen dit gebied heel goed. We hebben dit samen ontwikkeld met de reddingsbrigade. Dus ik vind het wel heel goed dat het een landelijke navolging krijgt. En je ziet ook dat er nu opleidingen zijn om deze cursus te mogen verzorgen aan kinderen. Ben jij onze toekomstige redder aan de strand? Dat weet ik weer niet zo goed. Ja, en van Spetter Pieter Pater lekker in het water gaan we naar Stefan Daan. Stefan, het was vandaag de laatste dag van de zomervakantie. Ja, de vakantie loopt tegen het einde, dus het zal weer wennen worden voor leerlingen en docenten. Helemaal voor die van het Lodewijk College in Terneuzen. Want daar zijn mondkapjes straks verplicht. Het was voor de school kiezen. Of in het gebouw inrichtingsverkeer, of mondkapjes. Nu hebben wij ervaring opgedaan met inrichtingsverkeer in de periode voor de zomervakantie. Dat we met 1/3 deel van de leerlingen hier op school waren. En het is gebleken dat dit gebouw zich daar niet voor leent vanwege de enorme loopafstanden. Ja, duidelijke keuze. Zijn er meer Zeeuwse scholen die voor mondkapjes gaan kiezen? Dat niet. Er worden natuurlijk wel andere maatregelen genomen, zoals verplichte looproutes. En er is aandacht voor ventilatie. Zo zijn er scholen die zo lang mogelijk de ramen open laten staan. In de zomer lijkt me dat geen probleem. In de winter is dat een ander verhaal. Nou, er wordt nog bekeken hoe dat dan straks moet gaan. Oké, nou ja, spannend allemaal. Ook even wennen. En ja, en er zijn het geen mondkapjes, anders dan weer schimmel wat roet in het eten kan gooien. Ja, want de vloeren van de Prinses Beatrix School, de Zuidwesthoek en de Wereldwijzer in Goes, die zitten onder de schimmel. Die scholen zitten allemaal onder één gebouw. En voor de leerlingen betekent dat een week extra vakantie. Dat geldt niet voor de docenten, want die moeten volgende week gewoon aan de bak. Temperatuur omhoog, goed schoonmaken. Het gevolg is dat de kinderen natuurlijk thuis zijn, dat er een stukje noodopvang moet zijn voor kinderen die niet thuis kunnen zijn omdat ouders echt moeten werken. Met collega's moeten we natuurlijk ook kijken wat we van de week doen. Op zich is er altijd wat te doen, dus we gaan een goed programma samenstellen zodat we ook echt nuttig bezig kunnen zijn en zodat ook elk nadeel zijn voordeel heeft, zoals Cruijff ooit zei. Ja, ze starten dus een week later. Samen met de onderwijsinspectie wordt nog bekeken hoe die verloren lesweek ingehaald gaat worden. Oké, waar wil je mee afsluiten? Nou, ik weet niet of je nog een vliegtuig zoekt. Nou ja, wie weet, waarom niet? Nou, dan moet je in Midden-Zeeland zijn, want daar is een veiling. Dat gaat om een privécollectie. Vandaag was er een kijkdag en daar kwam best wat publiek op af. Ik heb ook op al die toestellen vroeger gevlogen. Dus voor mij is dat zeker ook wel een van de redenen waarom ik het zou doen.
Ik heb ooit leren vliegen in een toestel zoals dit. En daar hadden wij eigenlijk wel interesse van om die dan over te vliegen naar België en daar te stallen. Zit wat voor je tussen, dan kun je nog bieden tot dinsdagavond. Nou ja, dan heb ik van het weekend in ieder geval wat te doen. Stefan, dankjewel. Het was vrij zonnig vandaag met hier en daar een stapelwolk. Het bleef wel droog, maar er stond ook weer een stevig windje. Het werd uiteindelijk toch nog zo'n 25 graden. En vanavond gaat het harder waaien, neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En mocht u morgen nou naar buiten willen, doe dat dan in de middag, want dan is het overwegend droog bij zo'n 22 graden. En van werken krijg je trek en dan moet je eten. Gooit u nou een broodje weg? Ja. Zijn wij net op zoek naar lunch? Oh, dat is balen, net te laat. Hij mag die halve worst van mijn man nog wel even opeten. Halve worst van je man. Welkom, zegt maar die wil hij eigenlijk hebben. Ja, dat snap ik. Nou, daar ga ik niet tussen zitten hoor. Nou, klinkt smakelijk. Dat straks in Trots op Zeeland. Fijne avond voor nu. Een goed weekend en tot morgen.